Hier in de studio is ons coach Henriette Banga. Goedemiddag Henriette en welkom. Ja, dankjewel. Ja, door dus wat vertellen over de Fury van Dokkum. Van de week kwam er al op social media allerhande oproepen voorbij. Vanwege het muziektheater die op ziek is naar zangers en acteurs. Die het meespeel je wel in het stik mogelijk. Maar om te beginnen, werk je het verhaal van de Fury van Dokkum? Kist daar kwart wat over vertellen? Zeker. Ja, het is een muziekspektakel en het vertelt het verhaal van Hendrik en Katrina tijdens de Waalse Fury in 1572. En die Waalse Fury vond plaats tijdens de 80-jarige oorlog. Op dat moment was Dokkum bezet door de Spaanse soldaten. En daar kwamen de opstandige boeren en burgers, die waren het daar niet mee eens. En samen met watergeuzen, dat zijn een soort van zeerovers, ja, kwamen zij Dokkum weer overnemen. Ja, dat pikte die Spanjaarden natuurlijk niet. Dus die wilden Dokkum terug heroveren. Nou, en toen dat gebeurde, toen was het echt een bloedbad in Dokkum. Eigenlijk de grootste stadsramp die Dokkum ooit getroffen heeft. Hè. Er was niet alleen heel veel moorden vonden de plaats. Maar ook werd Dokkum voor een heel groot deel afgebrand. Ja, en in dat stuk, ja, dan vinden er natuurlijk ontzettend veel situaties plaats over die geschiedenis, wat daar gebeurt. Maar ook tussen Hendrik en Katrina. Want Hendrik is een huisarts. En wat heel bijzonder is, hij heeft een ooggetuigengeslag geschreven. Dat is ontzettend uniek. En daardoor weten wij nu wat er toen plaatsvond. Ja, en hij is een brave man. En dan ontmoet hij Katrina, wat echt een furie is. En dan zie je prachtige samenspel van hoe dat kan schitteren tussen die twee. Ik kan verder natuurlijk niet te veel verklappen over hoe dit gaat aflopen. Maar wat ontzettend belangrijk is om te vertellen is dat dit thema van oorlogsgeweld, dat is vandaag de dag nog steeds een groot thema. En andere thema's is dus de verschillen tussen mannen en vrouwen. En hoe was dat toen en hoe is dat nu? Maar eigenlijk het allerbelangrijkste thema, dat is liefde en passie. En overwint dat alles? Dat is eigenlijk de vraag. Hè? Overwint dat ook zo'n heftige gebeurtenis als wat er toen in Dokkum is gebeurd? Ja, dat is wel een mooie rede triët van het verhaal vanzelfs. Zeker. Hoe is dat muziektheater eens tastoon kwam? Hoe is dit al eens betocht om dit op te zetten? Ja, het wordt georganiseerd door Stichting NOF Producties. En dat is een groep mensen met sowieso hart voor deze regio. En ze vinden het ook heel belangrijk dat verhalen uit deze regio verteld worden. En om samenwerkingen met andere organisaties aan te gaan. En tijdens de coronapandemie was het 450 jaar geleden dat deze Waalse Fury plaatsvond. Dat is toen een beetje onderbelicht gebleven. Het Museum Dokkum had een ontzettend mooie expositie gemaakt. En door de coronapandemie kon heel veel daaromtrent niet doorgaan. Ja, dus wij vinden het als stichting heel belangrijk dat dit verhaal alsnog verteld wordt. Want wat een heel leuk feitje is, is dat de bolwerken die Dokkum nu heeft, die zijn dus 10 jaar na die Waalse Fury ook gebouwd. Hè? Want zo'n stadsramp wat er toen gebeurd is, ja, dat mocht nooit meer plaatsvinden. Dus dat zijn allemaal hele belangrijke dingen voor de geschiedenis van Dokkum. Ja, wat verteld moet worden. Waar mensen die hier in de regio wonen, die moeten weten wat hier is gebeurd. Ja, ja zeker. En nou vindt het in september plak, dit hier. Klopt. En dat is een 10 dagen, leeuw ik uit mijn hoofd. Ja, van 12 tot en met 22 september vinden er een aantal voorstellingen plaats. Klopt, ja. Ja. En daar ben ik al tickets voor te krijgen? Of? Zeker weten. Die tickets kun je vinden via onze website nofproducties.nl. En het gaat goed met de verkoop, maar er zijn zeker nog tickets beschikbaar. Ja. Want hoe duur is zo'n ticket dan als mensen nou denken van goh, ik wil daar echt wel graag heen? En... Ja, we vinden het als stichting ontzettend belangrijk dat zoveel mogelijk mensen hier naartoe kunnen komen. Dat zoveel mogelijk mensen uit deze regio de mogelijkheid hebben om naar zo'n theaterproductie te gaan. Daarom hebben we de ticketprijs op €29,50 gezet. Zodat we hopen dat zoveel mogelijk mensen komen.
langskomen. Ja. Ja. En over een week zeggen we vanzelf op een social media kanaal, omdat er ook nog audities rond binnen om ik nog mij te spelen in stik. Ja. Er worden een aantal figuranten zocht. Kist Erik nog wat kwart hoe vertellen, wat je hem ziek je en hoe je onmelden kist misschien. Ja, zeker. Zowel de stichting als de producent vindt het ontzettend belangrijk dat zo'n voorstelling gemaakt wordt met professionals en semi-professionals en amateurs. Dat is dus in alle opzichten van de hele organisatie, vrijwilligers, maar ook met de mensen die meespelen in het stuk. We hebben al twee hoofdrolspelers vastgelegd. Dat zijn Nienke Heeg en Boy Oteman. Maar daarnaast zijn we nog op zoek naar die Spaanse soldaten, naar die marktkoopvrouwen die achterbleven als hun man gingen vissen. Dus hou je ervan om met elkaar zo'n mooie productie neer te zetten? En vind je het leuk om hier aan mee te werken om dit verhaal van Dokkum te vertellen? En kan je ook nog een beetje zingen? Nou, dan ben je echt van harte welkom om auditie te doen. En die audities die vinden plaats op 29 mei in de kapel. En daarvoor moet je voor 24 mei je opgeven en even je talenten noteren. En dat mag via de mail audities@nofproducties.nl. Nou, dank u wel daarvoor. Duidelijk verhaal. En ik ben heel nieuwsgierig naar de voorstelling. Dus, nou, je bent welkom. Dat is mij helemaal uitzoeken om heen te gaan. Super, goed te horen. Dank voor die intaljochting, Harriet Banga. En we jaren er vast nog wel wat meer op. Ja, hartstikke fijn dat ik langs mag komen. Zeker. Dankjewel.